Elk oorlogsgraf heeft een verhaal. Graven van militairen en van burgers die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook daarna, tijdens gewelddadige conflicten in Nederlands-Indië en elders in de wereld. Professor Kim wijst ons in de verte de plek waar soldaat Hampel is gesneuveld. Tegenwoordig is het Noord-Koreaans grondgebied. En ik begon eigenlijk gelijk te schreeuwen dat er een IED was ontploft, een explosief. Voor Freddy de Groot en zijn zoon is het heel emotioneel om 71 jaar na zijn dood voor het eerst het graf van hun vader en grootvader te bezoeken. Vrijdag, 8:30, bij ons.